Ik ben Gabriella. Ik speel klarinet bij de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia in Rotem. En ik doe dit nu ongeveer 5 jaar bij deze harmonie. Dunamis is het verplichte werk van Wenja. Toen we het voor de eerste keer op onze pupiter hadden, leek het een heel ingewikkeld werk, heel moeilijk. En was ook zo'n beetje van hoe gaan de mensen dat vinden om daarnaar te luisteren. Maar hoe meer dat je ermee bezig bent, hoe mooier dat het ook wordt. Het is vooral ook heel, al van in het begin, vanaf de eerste noot, is het een heel moeilijk werk, heel delicaat. Maar als het goed uitgevoerd wordt, dan is het wel heel mooi. Het publiek kan er ook echt wel van genieten, ja. Het verplichte werk maakt het makkelijker om te jureren, omdat je geen appels met peren hoeft te vergelijken. Je kunt alle orkesten met hetzelfde werk heel goed beoordelen op hun sterke en hun zwakkere momenten. En dat is bij een concours als dit, vind ik dat heel erg belangrijk, dat je dat op deze manier kan beoordelen.